beelden spreken voor zich. Wat zal men hiervan vinden? Het lijkt hier wel, wat ik straks al zei, of hier een Boeing neergestort is. Dat je hier moet gaan zoeken naar resten of weet ik wat. Want er is hier toch niks. Hier, wat is dit nou? Dit is het bos. Herperduin. Waar is ons bos gebleven? Petra Vergeer snapt er niets van. Haar geliefde bosgebied Herpenduinen kent ze niet meer terug. Er zijn wel 200 van dit soort plekken. En dat allemaal doordat er vanaf 2007 regelmatig gekapt is in het bos. Ondanks protesten van omwonenden en natuurliefhebbers. Er is geen boom meer te zien. Nieuwe aanplant, nou, de Amerikaanse vogelkers. Daar hebben ze jarenlang geprobeerd om die uit te roeien. En nou steek je de kop weer op. Nieuwe dieren, ik heb ze niet gezien. Met het kappen van de bomen en deze niet op te ruimen, hoopt de Staatsbosbeheer een oerbos te creëren met nieuwe flora en fauna. De natuur kon immers zijn gang gaan, maar daar is weinig van terechtgekomen, zegt Vergeer. Ik vind dat de mensen met de handen van de bomen af moeten blijven. Het was hier prachtig, we hadden hier Amerikaanse eiken. Ze waren tientallen jaren uit. Het was feeriek om hier door dat bos te fietsen en te wandelen. Nu is het één grote chaos. Het lijkt hier achter mij wel alsof er een Boeing gevallen is.